maakt niet uit wat je hebt gedaan. Je hebt het sowieso verpest. Doe het niet. Ik ga weg. Dag. Oké, jongens. Daar gaan we. Zo. En we blijven drukken. En dan lanceren in 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het einde van Contra 2, jongens. En... boom! Zo. Ja, dat hoort erbij, denk ik. Dat hoort erbij. Maar het zou nu wel op moeten houden. Dat zal wel... Oh, nee, even kijken. Nee, ja, oké. Ik ga rennen. Oh, nee. Dat gaat fout. Oh, nee. Er hangt daar een raar ballonnetje. Jongens, welkom bij deze video. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik loop hier in Contra 2 rond en het eerste wat ik zag... Dat is trouwens niet waar, dat is niet het eerste wat ik zag. Maar op een gegeven moment zag ik daar ineens een raar... Ja, wat is het? Ballonnetje of zo? En er gebeurt wel eens vaker wat in Contra 2 en anderen die dingen bouwen en zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand daar iets bouwt en denkt van... Hé, dat is een mooie plek om iets neer te zetten. Dus laten wij even uitzoeken wie dat doet. Hey. Waarom heb ik mijn lantaarn niet omhoog? Kijk. Nu hebben we weer licht op mijn hoofdje. Oké, laten we er even heen gaan. Maar voordat we dat doen... Abonneer even. Kijk. Dit heeft mijn editor voor jullie klaargemaakt. Dit betekent dat je moet abonneren, want hij wordt heel trots. Toch, Sebastiaan? Ik weet niet wat je nu doet, maar dat was Sebastiaan. En like even, we gaan voor 5000 likes, anders kom ik je opzoeken. Oh! Dan heb je een probleem. Oké, sorry voor het ophouden, we gaan er gelijk heen. Wat is dit, jongens? Wat is dit? Oh, een boekje! Ik vind boekjes leuk! Ik vind boekjes heel leuk. Laten wij erop landen en dan kijken. Er is sneeuw op. Er is ook echt zelfs sneeuw op. Oké, laten wij... Oeh, dit is wel heel moeilijk, moet ik zeggen, hoor. Oké, kijk of ik dit snel kan doen. Of ik het boekje eruit kan slaan en dan snel door kan gaan. Komt-ie. Ja! Ik heb hem. Wacht, nu moet het boekje nog. Waar is hij? Als het goed is, landt het boekje nu hier ergens. Of niet? Huh? Hier zou het boekje moeten landen. Even kijken hoor. Oh, hier is hij. Kijk, daar hebben we hem. Ik kon hem niet vinden. Wat is dit? Wat is dit voor mysterieus iets weer? Koning Walnoot. De tijd is gekomen. Gebruik je zwarte schijf en activeer hem in Fred. Hier zou ik Frederik? Huh? Hier zal ik Frederik test 3 aan je uitleggen en zal jouw einde dichterbij komen. Ik wist het. Ik wist het in de vorige aflevering had ik een boekje kreeg, of de aflevering daarvoor, waarin het bleek dat ene F, iemand genaamd F als eerste letter, alle tests op mij heeft uitgevoerd, test 1 en 2. En dat kon voor de zijn Frederik, weet ik wat, maar ik twijfelde over Frederik, maar het is wel Frederik. Mijn wraak zal zoet zijn. Je hebt vanaf dit moment 1 uur de tijd om de schijf te activeren, anders zal Fred in zelfvernietigingmodus gaan. Oh, nee. Succes! Ook al hoop ik op het slechtste. Oh, die Frederik, jong. Hij is gewoon terug. Ik heb in ieder geval wel een tip voor je. Kijk beter om je heen. Luister beter. En let eens een beetje op. Dus als je... Oh, dit is gewist. Dan is... jongens, het boek is een beetje... De pagina's een beetje verpest. Als het ware of zo. Lijkt alsof de inkt die Frederik gebruikt heeft uitgelopen. Oh, mijn god. Toch wil ik zeggen... Omdat... De inkt is op, doei. De inkt was op, dat was het. De inkt die Frederik gebruikte was op. Ah, oké. Dit vind ik...
Mijn grootste aardsvijand is terug. Het is niet te geloven, jongens. Jullie hadden gelijk. Jullie zeiden het allemaal in de reacties. De hele reactie stond er bomvol met... Frederik is de boosdoener. Hij is terug. Hij leeft weer. Oh. Ik denk, nee, dat kan helemaal niet, weet je. Frederik kan helemaal niet leven. Maar hij leeft. Oké, maar jongens, trouwens, ik moet wel opschieten. Want hier staat... Je hebt vanaf dit moment 1 uur de tijd om de schijf te activeren. Anders zal Fred in zelfvernietigingmodus gaan. Oh... Mijn god, laat, waar heb ik die ook weer opgeborgen, die zwarte schijf? Oh, nee. Oh, nee. Oh, oh, oh. Volgens mij in de bibliotheek ergens, hè? Volgens mij dacht ik dat ik hier... Ja, 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 ja. Oh, maar die zwarte had ik echt... Die zwarte had ik volgens mij hier. Volgens mij in een van deze furnaces. Ja, de zwarte harde schijf. Laten we nu snel Fred zoeken. Fred! Is hij bij de bank? Oh, mijn god, ik zie het nu al. Er is een nieuw winkeltje. Nee. Fred, je hebt je winkeltje echt... Mooi. Hallo. Dat heb ik snel gedaan. Ik heb gisteren heb ik jou dit winkeltje gegeven. Wat is dit? Sil, 6 betalen, 1 halen. 6 betalen, 1 halen? Dat is een scam, Fred. Dan lig je mensen op. Nee. Niet waar. Mooie spullen. Wat verkoop je allemaal? Oh mijn god, wat staat hier? Dit is de mooie winkel van Fred. Alles is groen, want ik hou van groen. Groetjes, Fred. Oh mijn god. Mooi. Wat is dit? Dit is ook mooi. Ik heb ook klanten gehad. Echt, hebben mensen al betaald? Ja, de 6 halen, 1 betalen. Andersom, 6 betalen, 1 halen. Nee. Fred, wat verkoop je allemaal voor troep? Seagrass, kelp, wakst koper, een paar blaadjes. Oh mijn god, ze verkoopt echt allemaal troep. Oh mijn god. Nee, mooi. Ja, groene meuk, maar... Oh, die meloenen die ga ik wel kopen en die draait kelp. Ja, zie je, het is geen troep. Maar dan moet ik wel... Dus verse vis, nou, verse haring, verse vis, bomen en bedden te koop. Bomen en bedden te koop. Komt tot ziens. Komt tot ziens. Fred, het is komt dat zien. Komt dat zien, niet komt tot ziens. Oh. Het is niet komt tot ziens. Oh, god. Fred, ik heb haast. Anders, ik heb hier een harde schijf voor jou. Die moeten we even in je stoppen. Klinkt misschien een beetje raar, maar hoezo niet? Geen zin in. Maar Fred, ik moet in mijn winkel als ze dit staan, niet doen, dan word je... Fred! Fred! Als ze dit niet doen, dan word je vernietigd. Dan is het zelfvernietiging. Kom maar. Ah, oh, nee, ik ga niet zo in je stoppen. Kom even mee, we gaan het even op een rustig plekje doen. Zodat niet, dat we niet gestoord worden door Rick, Noah of Justin of zo. Okay. Of Julian, Flor of René. Of Anne. Seal. Kom tot ziens, kom tot ziens. Het is kom dat zien! Ah, weet je wel, gaan we naar de plek. Oké, Fred, dankjewel voor het meelopen. Ik ben blij dat je op zich enigszins hebt opgeschoten. Wat zei je? Ballon. Ja, dat is een ballon. Het is wel koud hier. Hoezo koud? Je bent een robot. Maar we hebben even een rustig plekje hierboven op het kasteel hier. Kan niemand ons storen? Hé, ik heb een harde schijf, joh, die gaan we in je stoppen. Oké? Ja. En dan, ik weet niet wat er precies gaat gebeuren, maar we moeten kalm blijven, oké? Ten alle tijden. Ja. Oké, jongens, voor jullie, als ik dit in hem stop, dan gaat er iets gebeuren. Ik heb had een uur de tijd. Dus Fred, Bukman. Ik heb nog geen klanten. Nee, ja, er is nu niemand bij je winkeltje. Maar kom, dit is belangrijk. Stel, anders gaat het fout. Kom, bukken. Komt 1. Geef maar. 2. Oh, ik ben zo benieuwd wat hier gaat gebeuren, jongens. Oh, Fred. Daar gaan we. Stoppen maar erin. 3. Oh, uh-oh. Fred? Fred? Oh jee, oh jee. Hallo. Fred? Ik ben ze. Het is tijd. Het is tijd. Tijd voor tijd. Wat? Tijd voor wat? Voor wat, Fred? Ah! Niet weer! Oh, nee. Oh, mijn god, jongens. Dit gebeurde ook in mijn livestream. Hé, maar wat wil je dan, Frederik? Jij zegt stop de harde schijf in, Fred. En dan... krijg je uitleg over, weet ik, wat stond er toch? Hier. De tijd is gekomen, gebruik je zwarte schijf en activeer hem in Fred. Ik heb een uur de tijd om de schijf te activeren. Dat heb ik gedaan. Wat wil je dan van me? Wat wil je dan van me, Frederik? Waar is Frederik überhaupt? Hoe heeft hij dit gedaan? Ik snap het niet. Ik dacht dat hij ontploft was. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap nou niet waar Fred is. Echt waar. Dan moest ik die harde schijf in hem stoppen. Dan is de deur alweer gemaakt. Heeft hij dat? Oh, die heeft hij al wel weer gemaakt. Dat is wel goed. Maar waar is Fred zelf? Huh? Het is zo verwarrend allemaal. Echt waar. Ik snap er echt helemaal... Ah! Hallo. Ja, hallo. Ik heb iets verontrustends. Oké. Okay. Want Fred staat in de grot, in het water. Maar hij kan toch helemaal niet tegen water? Hij staat in de grot? Ja. Oh, mijn. Deze... Dankjewel, Noah. En hij heeft rode ogen. Oh, nee. Dankjewel, Noah. Dankjewel. Fred staat in de grot. Dat meen je. Oh, mijn god. Hij staat er echt... Fred? Oh, waarom is je naam zwart? Waarom zijn je ogen rood weer? Dit is nieuw. Fred? Hallo? Huh? Fred? Ja.
Wat doet dit met je? Wat heeft die harde schijf gedaan met je? Oké, dat is wel Fred. Fred, wat is dit? Ga eens met het water vanaf. Jij kan helemaal niet tegen water. Wat gebeurt er? Hij is helemaal aan het spacen of zo. Dus zijn naam is zwart, zijn ogen zijn rood. Hallo? Oh. Frederik! Hoe ben jij teruggekomen, Frederik? Ik snap het niet. Jij was ontploft. Ja. Letterlijk in het ruimteschip ben jij ontploft. Nee. Hoezo nee? De explosie was duidelijk te zien. Overal. Ja. Dus er is wel meer te zien. Ja, hoezo er is wel meer? Hoe ben jij? Vertel me alsjeblieft, hoe heb jij dit overleefd? Je bent zo lang weg geweest, echt 2 maanden. Je was al 2 maanden voor mijn gevoel gewoon echt weg. Ja, ontploft. Ik was ook weg. Maar ik ben ontsnapt. Ik laat je... Denk je nou... dat jij me zo makkelijk kwijtraakt? Ik denk het niet. Maar hoe heb jij toegang tot Fred? Waar ben jij nu? Waar ben jij? Ben je in mijn stad? Want er zijn boekjes achtergelaten. Nee. Fred is... Nee? Nee. Waar ben je dan? Ik zit op een radiocommunicatie. Nee, maar, zo heb je Fred. Die harde schijf die zorgt voor dat jij Fred kan besturen, zeker? Nou, met een verbinding. Met een verbinding. Ja, oké. Okay. Kijk, je bent veel te goed gelovig, jij. Hoezo goed gelovig? Ik snap het niet. Je zegt inderdaad in het boekje ook... Je denkt dat kijk, je iedereen beter kan om vertrouwen. Je heen. Hoezo? Ik kan toch ook wel redelijk iedereen die je ziet, je kent, vertrouwen? Klopt. Dat zei ik ook tegen ze. Maar waar ben jij nu? Waar ben jij nu? Dat vertellen. Ja, graag. Ik zit op een andere planeet. Ik ben ontsnapt uit met een escape pod. Met een extern klein raketje. Ik ben geland op Mars. En ik zit en ik kijk naar jou. En je kijkt naar mij? Hoezo je kijkt naar mij? Ja, je kan zeker door Fred kijken nu. Ook. Maar ook? Ja. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw er allemaal gereed van. Maar dat die rare agenten die je camera's hebben opgehangen, die heb ik gehackt. Oh mijn god, Frank. Die Frank heeft natuurlijk inderdaad overal camera's gehangen, jongens. En daardoor heeft Frederik dus blijkbaar gehackt. Leeft Frank nog? Wat is er met Frank gebeurd? Daar kan ik nu geen uitspraak over. Zoals hij zou zeggen, classified. Classified, oké. Okay. Maar, Frederik. Ten eerste, als jij op Mars zit, hoe kan jij dan Fred ontvoerd hebben? Hoe kan jij boekjes hebben achtergelaten hier en daar? Hoe kan jij... Ben je nou zo dom of doe je nou zo dom? Ja, jij zegt dat ik niet iedereen kan vertrouwen, maar wil je zeggen dat er een mol is of zo in mijn dorp? Iemand met jou samenwerkt? Nou, ik zou het geen mol noemen, maar wel een partner in crime. Oh. Ik ben Pony en hij de klant. Nee, eigenlijk andersom. Ja, ik was zeggen, ben jij Pony? Maar, maar ik zie dat je verbinding met Fred niet heel ideaal is, want Fred is een beetje aan het rondkijken af en toe. Ja, ik word ook wat misselijk, moet ik zeggen. Ja, dat snap ik. Maar wat ik snap er helemaal niks van. Ja, je hebt het overleefd. Er is blijkbaar een mol. Ik heb geen tijd voor deze praatjes. Je hebt geen tijd voor deze praatjes. Waarom wil je? Waarom doe je dit? Wat wil je? Ik heb je verslagen. Ik heb gewonnen. Ik wil terug. Naar wat? Ga jij me bij helpen. Terug naar wat? Terug naar deze planeet? Nee, naar dat ruimteschip wat op is geblazen. Nou goed. Maar... Nee, natuurlijk wil ik terug naar deze planeet. Dat daar kan ga je... jij bij helpen. Hoe wil je ik je... Ja? Aankomst ga jij voorbereiden. Ik wil het allermooiste huis. Ik wil de beste spullen. Je wilt het mooiste huis, je beste spullen? Ja, dan niet. Maar goed, dan zul je kijken wat er gaat gebeuren. Oké. Ik vraag het nu nog, vriend. Oké, ik kan kijken wat ik voor je kan regelen. Maar ik weet niet of je zo'n warm welkom van iedereen hier krijgt. Omdat je dit allemaal wilde vernietigen eerst. Waar kijk je heen? Moment. Warm welkom of niet, ik zal terugkomen. En ik zal die leiding pakken, die macht pakken. Ik heb 3000 voor nodig. De macht, je maar wil wel. De leider worden van Coldwell Veen. Dat ben ik altijd al geweest. Frederik, weet je, ik zal een warm welkom voor je voorbereiden. Maar wat er gaat gebeuren zodra je hier bent, dat gaan we nog maar zien, oké? Okay? Dat zullen we zeker zien. Ik wil Fred terug van jou. Ik wil niet dat je Fred zo in deze staat heeft. We moeten Fred een keer met rust laten. Hij heeft al te veel meegemaakt. Ik wil dat je hem gewoon met rust laat. Je moet hem niet hier meer bij betrekken. Want kijk nou hoe hij eruit ziet. Zwarte naam, rode ogen. En laat hem alsjeblieft niet zo dicht bij water staan. Hij merkt er niks van. Hij merkt er niks van. Oké, weet je, prima. Dus wat nu? Moet ik nu aan de slag gaan voor jou? Je had al bezig moeten zijn. Ja, dan weet je wat, ik ga aan de slag. Zodat jij Fred helemaal goed regelt weer, oké? Okay? Dat is goed. Maar weet dat mijn macht groot is. Je macht is groot. Weet, power groot is. Okay. Weet dat alles, klinkt heel raar, groot is. Au. Oh, oh. Oh. Ik schrik me helemaal kapot. Fred? Hallo? Hij is weg. Hoe doet hij dat allemaal? Ik snap het niet. Hoe kan hij nou weer het weer controleren? Mijn blindness geeft. Hij sloeg me maar. Hij wist niet dat ik toorn zat, dus hij vloog zelf ook weg. Ik snap het niet.
Oh mijn god, ik word ook nog eens misselijk. Nee, alles begint te draaien. Oh, kan ik parcouren in de tussentijd? Ik dacht al, dan val ik in het water. Ah, bliksem. Au. Oh, ik zie weer. Ik kan weer kijken. Ik snap er zo weinig van. Maar in ieder geval, we moeten voor Frederik een prachtig mooi warm welkom. Fred! Verse vis. Verse vis? Je verkoopt helemaal geen vis. Fred, daar ben je weer. Wat is er gebeurd? Fred, hoe voel je? Je bent weer groen. Je bent weer groen en niet rood. Ik voel me slecht. Je doet zo slecht. Ik ben opgelicht. Door wie? Dat weet ik niet. Ik was even naar de wc. Ik kwam terug. Ja. En er was iets verkocht. Maar ik ben niet betaald. Waar? Er is helemaal niks verkocht. Deze. Wat? Oh, de schijf. Daar is ik snap het niet. Die neem ik gelijk mee. Zo. Hoe kan dat nou? Maakt niet uit, Fred. Fred, ik ben niet hoe betaald. Voel je je? Verse vis. Haring, 5 euro. Weet je? Ik moet werken. Ik heb 2 banen. Ik laat jou even je gang gaan, oké? Ik moet wat regelen. Verse vis. Ik ga een rondje doen. Verse vis. Oké, Fred gaat zijn ding doen, jongens. Laten wij even een warm welkom voor Frederik geven. Hij zegt dat hij het mooiste, grootste huis wil. Het ding is, ik denk dat ik hem dan deze toren hier kan geven. Want ja, dat is een van de grootste hier in het nieuwe gedeelte. Daar woont hij ook nog op in zijn mooie plek. Heeft hij de grootste plek en dat is dit hier is zo. Dus ik reserveer deze gelijk even voor hem. Even kijken of ik een sign ergens kan pakken. Oké, dit huisje reserveren wij dus even hier. Komt-ie. Huis van Vrede. Weet je wat doen op die andere? Groene zuurde appels, mooi. Huis van Frederik. Oké, zo. Hier gaat Frederik dus wonen. Hij wil het mooiste groene huis. Hoppakee, zo. Huis van Frederik. Ha! Ik schrik me helemaal kapot. Wil jij mijn vis kopen? Je hebt niet eens vis, Fred. Je verkoopt alles behalve vis. Oh. En appels zijn rood, niet groen. Je hebt ook groen. Ja, maar niet in Minecraft. Dat maakt niet uit. Fred. Ik ben even bezig met iets. Ik spreek je zo meteen wel weer, oké? Zo meteen kom ik wel huis van Fred en Rick. Huis van Fred en Rick. Fijn. Nee, niet van Fred en Rick. Frederik. Die naam wil ik niet horen. Nee, dat snap ik. Weet je, ga jij even... Ga maar, ik kom zo meteen wat bij kopen. Verse vis. Hij verkoopt niet eens vis. Vis. Oké, jongens, dit huis is van hem nu van Frederik. Laat ik hem even een trappetje maken. Ik pak even wat spulletjes. Zorgen dat hij in ieder geval overal verdiepingen heeft en gewoon vredig kan wonen. Want het is nu veel te moeilijk om daar te wonen. Er vliegt ineens wat al ook. Oké, dan laten we eerst dit stukje deurtje hier even een keer opruimen. Dat het gewoon even netjes eruit ziet. Zo, en dan zullen wij de trap, die doen wij gewoon weg. Kijk, vanaf hier doen we de trap zo. Goeie plek. Kijk, en dan hakken we dit even netjes weg. Dan hebben we een trappetje af officieel. Top. Zo, dan heeft hij deze verdieping. En dan hier mag hij zelf gaan kiezen hoe hij het wil gaan doen. Ik wil niet nog de verdieping dichtmaken hier. Ik denk misschien dat hij zelf gewoon wat cools kan creëren. Ik bedoel, Frederik is een man die wel gewoon mooie dingen kan bouwen, weet ik. Maar hij heeft in ieder geval echt veel ruimte. Dat is wel echt heel fijn voor hem. Misschien dat hij een keldertje erbij kan doen. Daar heeft hij volgens mij ook nog veel ruimte van. Dus ik wens hem veel plezier in dit huis. Hij wilde alles pik en span. Nou, het huis is helemaal netjes aangeleverd. En ik ben benieuwd wanneer hij dan terugkomt. Maar even heel belangrijk, jongens. Wie denken jullie dat de mol is? Laat nu in de reacties weten, jongens, wie jullie denken dat de mol is. Want Frederik beweert dat er iemand in mijn dorp is die Fred heeft ontvoerd. Maar ik geloof het op zich ook wel. Want stel, Frederik is echt niet meer in Content Veen, als in niet op deze planeet. Wie heeft Fred al ontvoerd? Dat kan hij niet vanaf een andere planeet doen natuurlijk. Ik zweer het, als je over vis gaat praten, word ik boos. Augurken te koop. Fred. Wil je dat hebben? Hoeveel diamonds vraag je ervoor? 1. 1. Prima. 1. En dan krijg ik? 1. 1 augurk. Oh mijn god. Ik ben de beste marktman van de stad. Beste Mark, maar wat moet ik nou met een augurk? Een zee-augurk. Ja, wat moet ik ermee? Als je geluk hebt, geeft hij licht. Ik ga testen. Kijk, dan ga ik hem in de bank testen, Fred. In het water. Oh, die zit er al. Hier dan. Hier ga ik hem testen. 1, 2. Hij geeft geen licht. Ik heb altijd een vervangende augurk. Oh, top. Doe ik die er wel naast zetten. Nog steeds geen licht. Neem maar contact op met de klantenservice. Fred, jongen. Oké, maar wie gaat om? Wie is de mol? Ik ga ze gewoon even ondervragen, jongens. Dit is het moment. Ik ga ze ondervragen. En nou ga ik jullie ondervragen. Jezus, jullie zijn wel heel goed bezig met een nieuw hok voor vak, hè? Nog even. Wow, wow. Ja.
Kwakzalk wordt gaaf. Hij krijgt een mooi hok. Koninklijk behandeld hier. Hey, Rick, ik wil jou alleen. Kom even mee. Okay. Loop even met me mee. Ah, Rick, welkom. We trekken even onze kleding uit. Ga maar even hier zitten. Hier. Oh, mag ik daar zitten? Juist. Ga maar staan. Waar was jij op de dag dat Fred was ontvoerd? Op de dag dat Fred was ontvoerd? Ja. Welke dag was dat? Gisteren, dat is niet waar. Maar waar was jij? Ik weet niet meer welke dag het was. Waar was jij? Ik was kwak aan het verzorgen. Welke naam komt je bekender voor? Mike, Karel of Frederik? Mike, Karel of Frederik? Welke naam komt jou bekender voor? Frederik, geef me wel wat. Ah, schuldig! Wat? Schuldig, wat ik zeg het je! Wat schuldig ben je! Hoe lang werk je al met hem samen? Met wie? Met Frederik! Hoe lang werk je al met Frederik samen? Wie de fuck is Frederik? Hoe lang, Rick? Vertel het me. Waarom? Ik heb geen idee. Ik weet het Hoe niet. Hoe lang werk je als infiltrant in mijn dorp? Infiltrant? Ik woon hier. Ja, daarom. Sinds jij hier woont is Fred ontvoerd. Is alles fout gegaan. En is hij ineens terug. Dit is jouw schuld. Nee, dat is... Dit is helemaal niet waar. Oké, ik heb genoeg gehoord. Kom mee. Okay. Ik wil dat Noah hierheen komt. Hallo Noah. Ook hier naar de vergaderzaal? Ook hier naar de vergaderzaal. Ik wil dat jij achterblijft. Ah, Noah. Hi. Ah, okay. Rick, dankjewel. Noah, kom maar in de stoel hier. Kom maar in de leugendetectorstoel. Ga maar zitten. Even rechtop staan. Wat vind jij? Nee, ga maar staan gewoon. Wat vind jij van de kleur groen? Ik vind groen heel mooi. Jij vindt groen heel mooi. Welke letter vind jij mooier? De Q, de F of de R? De Q, want het is net iets specialer. De Q is specialer, oké. Wat vind je van de F? F is van Fred, dus dat is wel leuk. Dat is leuk. Wat vind je van Fred die daar ligt? Waarom ligt hij daar? Weet ik niet, dat weet niemand. Hij ziet niks. Ik denk dat hij soort van uit is gevallen. Fred is heel lief. Ja, hij is lief, hè? Maar hij zorgt goed voor de content. Mm-hmm. Voor het kingdom. Wat vind jij van de naam Frederik? Ik krijg daar een beetje gekke vibes van. Gekke vibes. Ken jij iemand genaamd Frederik? Uit een ver verleden misschien, maar niet van nu. Oké. Rick, ik zei dat je weg moest. Hey, Fred ziet er. Fred, niet springen. Fred. Wacht, wat is de landing? Oh, daar kan je springen. Je ziet nog steeds niks, hè. Hallo. Hey, Fred. Oké, Noah. Dankjewel, dit was het. Ik wilde je even snel over horen. Je hoort nog van mij. Kom maar, ik laat je de uitleg zien. Kijk, als je hierheen gaat waar Fred staat, dan kan je op zich wel naar beneden. Dat is wat makkelijker. Moet je hem daarbij. Ik zie Fred doet het ook. Daar ja. En dat daar. Gered hè? Ja, het is gelukt. Fred, wat doe jij? Oké, jongens, de overhoringen zijn gelukt. Ik vond Rick verdachter dan Noah. Maar Noah had op zich ook wel eens wat verdachts met het ver verleden of zo, met Frederik of zo. Laat het zeker even weten in de reacties wat jij denkt en wie de verdacht is. Dan nu is het tijd om naar Justin te gaan. We gaan Justin ook even overhoren. Wow, Justin is ook een vet ver. Die heeft ook allemaal dingen gebouwd hier ineens. Damn, moeten jullie zien, jongens. Kijk dit dan. Holy shit, dat ziet er goed uit. Oké, waar is hij? Waar is de schoft? Nou, ik wacht wel even bij het kampvuur op Justin. Wacht trouwens, heeft hij mijn doos al gekocht? Ik heb een doosje voor hem achtergelaten, jongens. Heeft hij die gekocht? Nee, hij heeft nog niks ermee gedaan. Oké. We gaan op Justin wachten. In een stoeltje hier. Oh, Fred is... Fred! Hoe kom je nou hier zelfs terecht? Ik ga die hand van je hoofd... Ik ga hem nu van je hoofd trekken. Blijf stilstaan. Stil. Stop. Stil. Okay. Fred, stilstaan. Oké, goed zo. 3, 2, 1. Hoppa. Oh. Zo. Het is heel erg licht buiten. Ja, dat is het de hele tijd al. Wat doe jij hier? Ja, Waar ben ik? Fred, rustig aan. Weet je, we gaan lekker zitten of gaan naar huis. Maar ik wacht op Justin, want ik ga Justin overhoren. Ik wacht ook. Wacht jij maar ook, ik vind het prima. Gaan we samen wachten, zo. Oh, Justin! Justin Kerbel, ga jij eens hier zitten. Hier ook, rechts van mij. Oh, nu. Ik heb een vraagje. Fred. Nee, dat kan je hier vragen. Je staat ver, ik hoor je zacht. Dus je gaat hier zitten. Ja, maar Fred was net weer in jouw baan. Hoe snel ben jij? Geen idee wat hij zegt. Oké, ga zitten, Justin, hier. Dit is verdacht. Oké, Justin, waar was jij op de dag dat Fred was ontvoerd? Weet ik veel. Dit is verdacht. Wat vind jij... Welke naam vind jij mooier? Frederik, Karel of... Fred. Fred is wel makkelijk om uit te spreken, dus ik ga voor Fred. Oké, maar niet Fred. Fred was niet even mijn optie. Mike. Hij zei Fred. Nee. Frederik, Mike of Karel. Welke naam vind je mooier? Karel, sowieso Karel. Klinkt lekker. Oh, dat is Fred. Karel klinkt lekker. Oké, dat vind ik goed om te weten dat je dat zegt. Ja. Ken je Frederik? Nee. Hoe lang werk je al met Frederik samen? Hoeveel betaalt hij je, Justin? Ja, maar ik ken helemaal geen Frederik. Zeg het me, hoe lang betaalt Justin Frederik jou al om voor hem te werken? Hoe lang betaalt hij jou al om Fred te ontvoeren en rode ogen te geven en harde schijven in hem te stoppen? Hoe lang, Justin, zeg het me? Waar heb jij het allemaal over? Hoe lang, Justin? Maar,
Waarom doe je het? Ik... Gooi je nou een enderpearl? Verdacht. Hij werkt niet. Haha! Nee! Ontsnappen is geen mogelijkheid. Zei Thijs. Nee, maar ik weet er helemaal niks van. Ik weet niet waar je het over hebt. Zeg. Je weet het niet. Oké. Okay. Nee. Mooi huis trouwens. Daar? Vind je het mooi? Ja, leuk. Echt leuk uit. Ja, leuk hè? Ja, het ziet er echt goed uit. Alleen jammer dat er nog geen achterkant aan zit. Met het decorstuk. Ik ga filmen. Oh, decor zeg maar. Je gaat het toneel... Hoe komt Fred daar? Ja, hoe is Fred ineens daar? Ik snap Fred echt niet hoe hij dat altijd voor elkaar krijgt. Ik ook niet. Fred is een robot. Oké, okay, maar Justin, Frederik komt eraan. Er komt een dreiging. Dus ik ga iedereen binnenkort informeren. Er gaat een grote vergadering komen. Dat moet je zijn. Ja, maar wie is Frederik? Ik spreek je later. Glaasje water. Telt vier flesje bier. Oké, okay, jongens, laten we snel teruggaan. Alright, jongens, we gaan dit tot de bodem uitzoeken. Ik heb in ieder geval het huisje klaargemaakt voor Frederik. Die is ready zodat hij erin kan wonen. Ik heb mensen ondervraagd. Jullie kunnen de meest verdachte achterlaten. Als er anderen online zijn, zou ik die ook even ondervragen en zo. En kijken wat ik eruit kan halen. Want natuurlijk niet iedereen is op het moment online. Maar goed, nu heel even wat anders, jongens. Ik heb in mijn vorige video een boekje achtergelaten voor Rick in verband met Kwak het Vark. Rick, ik zie dat jij Kwak niet veilig genoeg hebt beschermd tegen het waardeloze leven dat jij leidt. Waardeloos. Bij deze geef ik je 2 dagen de tijd om afscheid te nemen van Kwak en jullie laatste woorden uit te wisselen. Ik verwacht een normale reactie op dit, want per dag dat je Kwak niet inlevert zullen er boetes verschijnen. Dat wil die niet hoor, jongens. Dus nu heb ik met Rick afgesproken, zij moeten een groter hok maken voor Kwak. Ze moeten bewijzen dat Kwak wel bij hun mag blijven. En dan mogen ze Kwak houden, anders ga ik hem van hun afnemen. Dus laten we even kijken hoe het ervoor staat met het nieuwe hok voor Kwak. En ik hoop dat ze echt een villa bouwen. Ik heb het net al een beetje gezien. Controle! Inspectie! Oh, oh. Hoe ziet het hok voor Kwak eruit? Het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar, maar... Maar er is progressie, hoor. Laat jij het zien. Laat jij zien wat voor prachtig iets jij voor Kwak hebt kunnen creëren. Oké. Dit had hij natuurlijk al. Kijk. Je hebt een kasteeltorentje. Ik zag het net al een beetje natuurlijk, maar nu kan ik het gewoon nog beter zien. Ja, ja je geeft hem een soort kasteel. Ja, weet je wat het is? Jij zei, je moet iets waardigs maken wat ook een beetje bij mij past. Ik denk, jij hebt kastelen, dus ik wil graag ook nog wat rode banners eraan toevoegen. Kijk. Ik denk, maar dan is het nu al Koning Kwak. Dan is koning Kwak? Van dit kasteel. Oh, dat vind ik leuk. Koning Kwak. Dat je er Koning Kwak van maakt. Moet je ook Koning Kwak noemen, hè? Ja, zeker. Dat komt goed. Oké. Okay. Nou, het ziet er goed uit. Ik ben wel trots op de progressie die je maakt. Ik wil binnen een troontje bouwen. En een dakterras als die wil. Een dakterras, kijk. Je hebt alleen nog niet echt mooi uitzicht, moet ik zeggen. Nee, maar ja, wat moet ik? Ik zit in een grot. Je kan hier misschien blauwe lucht met wolkjes van maken. Oh, dat is wel leuk, ja. Dan heeft hij hier gewoon uitzicht. En als je dat niet doet, ben je niet waardig van Kwak. Ja, ik moet er zoveel doen. Als neem ik Kwak van jou, Frik. Nee. Net zoals dat ik voordeur van je af heb genomen. Ja, maar die heb ik zelf achtergelaten. Ja, dat klopt. Kwak zou ik nooit achterlaten. Nee, dat klopt. Ik laat je weten wanneer het klaar is. Dat is goed. De controle is voorbij. Okay. Goed gekeurd. Tot ziens. Weet je wat ik gezien heb in Rick zijn video, jongens? Blijkbaar heeft Rick een video opgenomen samen met Justin dat ze dit hier allemaal hebben gedaan. De discovloer. En daarin heb ik gewoon gezien dat hieronder... Oh! Nee! Oh, mijn goud lag hierin. Oh, dat had ik gezien. Wat is dit? Booker Quill. Beste meneer Wal. We hebben uw aanvraag in goede orde ontvangen. De berekeningen zijn gemaakt. En we zijn erover uit dat uw aanvraag geaccepteerd wordt. Ik zal even uitleggen wat er gaat gebeuren. U komt naar de bank en gaat de bestelling op groene blokken. Oh, Fred houdt van groen. Ik had natuurlijk een bestelling gedaan heel lang geleden op groene blokken. Oh, wacht. Oké, dit bewaar ik dan nog heel even, jongens. Dit boekje, dit komt later. Maar ik had hier de gouden blokken gezien. Ik zag dat Rick alle gouden blokken hierin had gedaan. Maar die heeft hij dus nu... Die zitten er niet meer in. Waar zijn die? Oh mijn god, ze zijn wel gestolen dus nu. Huh? 100% heeft Rick ze in zijn video zag ik hierin gestopt. Maar waar zijn ze nu? Ik ben nog steeds beroofd, jongens. Ik ben nog steeds beroofd van mijn prachtige goudblokken. En mijn rode wol is nog steeds niet terug. Alright, jongens. In de volgende aflevering wil ik beginnen met dit huis. En met het huisje hier. Dit huis hier. Deze wordt door Rick en Noah gebouwd. Dus ik ga binnenkort even een update vragen bij hun wanneer ze dit een keertje gaan bouwen. Of dat ze hier nog steeds wat willen. Of dat ze gewoon daar willen blijven wonen. Want er moet hier wel echt huizen komen. Dan gaan we de straat hierboven gaan we nog extra opfleuren door nog wat nieuwe dingen hier te doen. Dit allemaal netjes te maken. Er komt weer even wat progressie aan. Want dat is ook natuurlijk hierna nodig. En dan kunnen we daarna gelijk beginnen met dit gedeelte van de stad. Want het is ook wel een keertje tijd dat dat even gebeurt. Dat dit gedeelte hier even netjes gemaakt wordt. Dat is een soort van half afgepakken. Ja,
bouwwerkje nu, dat is zoals je hier ook ziet, dat moet even mooier gewoon. Maar goed, Frederik is terug. Heel veel spannends gebeurt deze aflevering. Weinig bouwprogressie helaas. Maar ja, die aflevering moet er dan ook tussen zitten. Ik heb het wel eens eerder gevraagd, maar het is inmiddels een tijdje geleden. Wat voor video's vinden jullie leuker? Progressievideo's, verhaallijnvideo's zoals dit waarin Frederik terugkomt. Of gewoon simpel alleen bouwvideo's. Laat even weten in de reacties, jongens. Dan voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgens mij zag ik Fred ergens op de achtergrond. Ja, kijk, daar loopt hij. Met Justin is hij, weet ik veel wat aan het doen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Kijk nu, ja, lekker de vorige video. Want hierin is er ook van alles gebeurd. Hierin heb ik Kingdom Forde overgenomen. En eigenlijk soort van een nieuwe oorlog verklaard. Dus kijk deze vooral, een hele spannende video. Maar voor nu spreek ik later. Glaasje wat, tot de volgende keer. Yeah!